Ik zit nu al bijna een maand thuis. En uh, ja. Ja, het is niet zo leuk. Wesley is 12 jaar en heeft ADHD. Hij zoekt een plek in het speciaal voortgezet onderwijs. Maar die plek is er niet. Kreeg zijn moeder vlak voor de vakantie te horen. Nou, verschrikkelijk. Als ik naar mijn werk toe ga, dan zit mijn zoon hier thuis. In Assen staan nog vijf kinderen op de wachtlijst van Ren 4 in Assen. Die organisatie zegt er weinig aan te kunnen doen. We hebben na de zomervakantie te maken met een enorme toeloop van leerlingen op deze locatie. Dat betekent dat we zo'n 36 nieuwe aanmeldingen hadden voor de start van dit schooljaar. Daarvan hebben we er 30 kunnen plaatsen. En voor de laatste zes zoeken we nog een oplossing. Introductiedagen zijn begonnen, schoolreizen zijn begonnen. Het is diep triest dat mijn zoon daar niet aan mee kan doen. Het duurt Wesley's moeder allemaal te lang. Het begon dit voorjaar met afwijzingen op twee VMBO-scholen. En nu pas krijgt ze bericht dat Wesley een huiswerkpakket van REN 4 krijgt. Daar ben ik helemaal niet mee eens. Wesley is leerplichtig, dus die moet gewoon aan de tafel zitten te werken op school. Maar de school hoopt snel plaats te hebben. Het goede nieuws is dat we na de herfstvakantie met een groep gaan starten, zodat ook deze leerlingen plek in het onderwijs krijgen. Maar daar zeggen ze ook misschien bij. Dus ik, uh, ik weet het niet meer. Scholen moeten beter overleggen, denkt in elk geval de bestuurder van het speciaal voortgezet onderwijs. Als een school besluit om uh, een leerling niet toe te laten en naar ouders toe een ander advies te geven, zou wel handig zijn als ouders daarin wat werden begeleid. Wesley hoopt dat hij na de herfstvakantie direct naar school kan. De zomervakantie duurt hem nu lang genoeg. Als ik dan bijvoorbeeld uh, um, daar bij het Laakse Bos zit te vissen, zie ik ook allemaal kinderen. Uh... Sporten en zo, en dan, ja, dan moet ik toch wel even denken aan school, dat ik dan niet naar school kan.